Goed mensen, daar staan we dan weer. Vorig jaar stonden we hier ook, kan ik me herinneren, maar toen was het nog een beetje zandbak. Nu niet meer, het plein is klaar, zo'n beetje helemaal klaar. We hebben de waterdingen even uitgezet. Tenzij het boven de 30 graden wordt, dan doen we hem gewoon aan, want dan is die lekker verfrissend. Maar tot die tijd even niet. En wat hebben we dan een mooi plein bij elkaar. Ik begrijp dat sommige mensen het een beetje ingewikkeld vinden als ik dat zo zie staan op dat bordje daar. Maar ach, alles moet wennen, zullen we maar denken. Goed, er is weer een feest aan de gang. Ik las vanochtend in de krant dat de Vierdaagse in Nijmegen ook wel wordt betiteld als het grootste feest van Nederland. En jullie allemaal gaan aan dat feest deelnemen. En ook allemaal weer een onderdeel van zijn. En je hebt ook een heleboel mensen die doen mee. En je hebt er nog veel meer die er naar kijken, die het gadeslaan en die af en toe jullie aanmoedigen. En daar ben ik er dan weer één van. Zo gaat dat dan. We hebben een pruvement, moet het goed uitspreken, een pruvement met drie emmen. En die drie emmen hebben natuurlijk te maken met summertime, want onder die vlag wordt het hele pruvement ook georganiseerd. We hebben een heleboel ondernemers hier staan die iets doen op het gebied van eten en drinken. Daar moet u straks echt even maar gaan kijken en uiteraard ook pruven. Dat is wel zo belangrijk. De bonnetjes die de mensen van de Vierdaagse gaan lopen, die krijgen elk, ik dacht, twee bonnen mee om te pruven. Dat wordt dus wel even goed uitzoeken. Dus maak eerst een rondje en kijk dan wat u doet. Want echt alles staat er. Alle lokale ondernemers met eten en drinken staan er. En dat is niet alleen tot Gennep beperkt gebleven, maar hier tegenover gaan we zelfs tot aan Hongkong toe. Dus zover kun je gaan. Maar wij zijn van alle markten thuis. Ook vandaag weer. Het pruvenement, Ernst zei het al, is een beetje bijzonder nog meer dan andere jaren. Het breidt zich ook uit, dat is ook leuk. CNC en Jan Linders doen nu voor het eerst mee. Dus als u van champignons houdt, zit u helemaal gebakken hier. Letterlijk en figuurlijk. Hoe dan ook. Dat is het pruvenement van nu. Maar volgende week het feest de Vierdaagse. Het begint natuurlijk eigenlijk vandaag met de onthulling zo dadelijk van het t-shirt. Heel veel mensen hebben al gevraagd wat staat er op het t-shirt dit jaar. Hè? Want het is inmiddels al een soort collectors item geworden. En ik zei tegen iedereen, degene die erop staat is allemaal een vriend van jullie. Jullie kennen hem, of misschien is het wel een haar, allemaal. Je hebt allemaal naar opgekeken. Dus niet de burgemeester, daar ben je er ook gelijk vanaf. Je hebt er allemaal naar opgekeken en nu ze weg zijn, hebben we ze toch maar eventjes op een goede foto staan, zodat u er de hele week mee kan rondlopen. Ik ga hem zo onthullen. En uiteraard voor iedereen die een bewijs heeft van deelname aan de Vierdaagse, kan dadelijk hier in deze kraam bij Bart Hermans van onze gemeente een t-shirt in haar of zijn maat meenemen. Bart staat daar klaar voor dadelijk. U krijgt straks ook nog iets anders mee. Een aanzichtkaart, dat is onze gadget. Dat lijkt u nou eens een beetje minder dan andere jaren. Dat klopt, dat kan ik uitleggen. We gaan hem onthullen. Het Vierdaagse t-shirt van 2015. Ik weet niet hoeveelste er is, maar iedereen zal hem willen hebben. En ik heb al gezegd, u gaat deze vriend herkennen. Want, ga je helpen? Ja, ga je helpen? Dat is goed. Heel voorzichtig omhoog halen, dan gaan we hem zien. Daar is die! Het t-shirt 2015. En heb ik gelijk of niet? We hebben er allemaal naar opgekeken. We hebben er zelfs drie bij gekregen. Marion, ja. Je gaat de 99e Vierdaagse meelopen. Ja, ja, ja. Hoe vaak heb je al meegelopen? Dit wordt de tweede keer. Tweede keer? Ja. Vorig jaar de eerste keer? Ja. Ja. En is het zo goed bevallen dat het virus jou ook gepakt heeft? Ja, ja, erg leuk. Hoeveel kilometer ga je lopen? 40. 40. 160 in totaal. Is die vorig jaar goed afgegaan? Ja, eigenlijk best makkelijk. Nou, daar ben ik zo benieuwd. Ja, we zullen bij de ontvangst op de vrijdag zullen kijken of dat je erbij bent. Of in Groesbeek, hè? Ja, nou, we zullen in de Milsbeek staan, op de Langstraat. Oh, Milsbeek. Ja. Oké, vorig jaar in Groesbeek. Daar heb ik jullie ook gesproken. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Komt goed. Veel plezier met lopen. Ja, dankjewel.
Gaat u deze combinatie ook meelopen? Nee, dat mag helaas niet, hè? Nou, mag helaas. Ik weet denk ook niet dat je het dan halen ze kunt. Hoeveel kilometer ga je lopen? 40. En voor de hoeveelste keer? 7e keer ja. Al? Ja. Het virus is echt toegeslagen. Ja, ja. Ik loop wel samen met mijn moeder en die loopt voor de 8e keer. Nou, heel veel plezier. Dankjewel, en succes. Hè? Dank je. Maar het is wel een keer leuk om een keer te laten zien wat wij in de zaak allemaal doen. Een betere reclame kun je niet hebben. Hier je midden in Gent profileren en te manifesteren. Ja, dat is leuk om een keer mee te doen. Het is mooi weer. Heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Altijd. Op het vierde pro-evenement in Gent. De vierde keer kaas. Ja, uiteraard. Maar dat is jouw professie, dus daar komen ze ook voor. Ja, zo kan het wel. Pru-evenement, het is echt pru-verdipt, hè? Ja. Wat betekent? Omdat het vandaag zo mooi weer was, hadden we het idee om wat zomers te doen. We hebben een van Il Mio Gusto, een Limo Secco en een Rosato Prosecco. Mensen die daar meer van houden, en, hè? En allemaal natuurproducten? Allemaal natuurproducten, allemaal zelf gemaakt. Ja. Lekkere lavendelkoeken en after-eat cake. Ja, helemaal compleet. Oh, even kijken. Daar zie je professioneel geworden. Dat is niet meer zomaar. CNC Milsbeek, vertegenwoordiger op pre-evenement. Met wat voor producten staan jullie hier? Wij staan hier met champignons natuurlijk, hè? Want onze klanten maken champignons van ons product wat wij maken. Hier een heerlijke bloemkool salade vlokken met feta en lekker olijfolie erbij, zout, peper, paprikaatje erin. Nou, heerlijk, een beetje citroensap erbij. Het is op een gegeven moment dus een heerlijk receptje, vegetarisch en ook lekker voor de zomerdag. Vandaag een Black Tiger garnaal met daarbij mango, koriander en rode peper. Als een tussendoortje, een amuse. Ja. Amuse. Het ziet er ontzettend lekker uit, zeg. Het is ook een van onze voorgerechtjes op de menukaart, dus op deze manier willen we mensen daar kennis mee laten maken. En ook een specialiteit voor jullie. Ja, zeker. Thank you.
Pierre Hendricks, prominent Heijenaar, voorzitter van Heijen Mooier. Maar nu in het, op Summertime spelen jullie met de band Chapeau. Je bent daar drummer en zanger. Chapeau, hoe is dat ontstaan? Ja, dat is volgens mij 15 jaar geleden. Toen zijn Harry Brons uit Heijen en Marcel Simons. Dat zijn eigenlijk toch wel een paar goede, moet ik zeggen, zeer goede amateurs. Hebben veel bands gespeeld. Die hadden zich bij elkaar gegooid met z'n tweeën. En die zijn begonnen met een soort alternatief repertoire. Chapeau heette dat toen. Even kijken, toen is Cor er later bijgekomen en ik 10 jaar geleden. Dus het is een beetje gegroeid, aan elkaar gegroeid. De genre muziek is toch een beetje geënt op de jaren 70 en 80, als ik het zo hoor. Ja, het is voor jonge ouderen, zullen we zeggen, of oude jongeren, een van de twee. Maar het is muziek die wij leuk vinden. Dus het is een beetje van alles wat. Het kan jazzy zijn of Zuid-Amerikaans, maar ook Kings of Beatles. Of dat wij leuk vinden. Maar het ligt allemaal zo ontzettend makkelijk in het gehoor en mensen herkennen het ook allemaal. Ja, ja. Treden jullie al vaak op of is het uitzonderlijk? Nou ja, in het verleden was het iets drukker, moet ik zeggen, eerlijkheidshalve. Maar er zijn wat minder feesten. Maar in het verleden traden we vaak op bij recepties, bij mensen die 50 werden, die feest thuis hadden of 50 jaar gebruiloft. Niet bij de echte jonge lui die gaan trouwen. Die zullen natuurlijk een andere band zoeken dan wij. Dus mensen die onze muziek leuk vinden. Maar bijvoorbeeld pas recent in Middelaar of op een andere gelegenheid. Maar het is fijn, kleine of grote partijen. Maakt niet uit. Maar het is geen professionele band waar jullie helemaal voor leven. Maar ja, natuurlijk krijg je er vergoeding voor, dat is duidelijk. Maar het is niet dat jullie alle dagen daarmee bezig zijn. Nee, absoluut. We zijn allemaal amateurs. De een heeft beroep bij de belastingen. De ander is sales manager of bij Ascent. En de ander is weer bij een ander bedrijf. En ik ben in het onderwijs. Dus het is allemaal wat anders. Hartstikke fijn. Dankjewel. Graag gedaan.